en doeken omhoog, we gaan vertrekken. Hey, 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 LBJ, how many kids you kill today? Hey, 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 LBJ, how many kids you kill today? Hey, 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 LBJ, how many kids you kill today? Werden daar marsen georganiseerd tegen de Amerikaanse ambassade. En dan nam men in één moeite door nam men ook de Chinese ambassade mee. En op de weg daarheen was men al bijna bij het BVD-gebouw aan de Kennedylaan. Want dat de Chinese ambassade is hier zie je van achter. En dan trok men ook om het gebouw van de BVD heen een alroepende BVD weg ermee en zo. En als er wat stenen lagen, dan werden er stenen gegooid en zo. Nou, en om die daar was u bij. Sfeer, ja, daar, om die sfeer te proeven gingen we daarbij lopen. Ja, je moest je dan meestal verzamelen. En riep u ook BVD weg ermee? Tuurlijk, dat riepen we mee, want je kon daar moeilijk, je liep daar niet met een stopdasje mee. Maar gewoon in de outfit die toen normaal was voor dit soort demonstraties. Er groeit een heel ander klimaat ten opzichte van het communisme, internationale communisme en de Sovjet-Unie. Anti-Amerikanisme gaat natuurlijk een rol spelen. En dat zagen jullie met zorg aan? Dat zagen wij met grote zorg aan. Ja, dat maakt ons ook verontwaardigd en onbegrijpelijk dat men zo kon redeneren. Ich bin so froh, heute mal als deutscher revolutionärer Sozialist in Holland zu sein und die alten Faschisten von damals, von Himmler bis über Klaus von Arnsberg, ablösen zu können.